En doet hij het wel of doet hij het niet? Ja, daar zijn de mensen natuurlijk benieuwd naar. Doet hij het wel of doet hij het niet? Mensen, welkom bij een nieuwe vlog hier op de PetterK. Vandaag een bijzondere vlog, tenminste een bijzondere vlog, een bijzondere dag voor mij. Ik ga vandaag namelijk mijn nieuwe auto ophalen, een nieuwe Clio GT, dat is een sportmodel. Je hebt de RS, die is heel erg sportachtig, en dan heb je de GT, die zit daaronder. De RS die is, heeft meer pk's, dus die is sneller, alleen het nadeel daarvan is, vind ik, dat het automaat is en ik vind het automaat behoorlijk saai om te rijden. Het is leuk, het is goed hoor, daar zal ik niet zo over zeggen, maar het is heel saai om mee te rijden. Dus daar heb ik niet voor gekozen voor de RS, ook is die natuurlijk uiteraard duurder. Ik heb gekozen voor de GT, sportuitvoerendje, lekker het brede uitlaat eronder. Foto's kan je zien op mijn Instagram pagina of op mijn privé Facebook, maar ik heb liever dat mijn YouTube kijkers gewoon kijken via de Instagram. Dat is de PetterK op Instagram. Staat ook hier in de beschrijving, hieronder. Dan kan je al foto's zien van die nieuwe auto. Vandaag dus het laatste ritje met deze Clio. Richting Eindhoven naar de Renault Garage. Want daar stond de Clio GT. En dan is dit verleden tijd over en uit. En ik zit nu tegelijkertijd even het adres in te voeren. Wat wou ik nog meer zeggen? Ik wou nog meer zeggen dat we zometeen... Dan gaan we eerst die auto ophalen. Daarna ga ik als de wiede weer richting Nederasselt. Mensen, waar ik Jeffrey op ga halen. Ik hoop dat ik daar genoeg tijd voor heb. Gaan we even naar Lidl, even wat eten halen. En dan gaan we terug naar de studio. Probeer van om te draaien. Radio daarna Perfecto. Aan het om, einde van als het goed is, van 1 tot 5 op de radio te zijn. Ja, we hebben nog een radioprogramma van een ander overgenomen. Als alles een beetje mee zit in Eindhoven, gaat dat makkelijk lukken. Om dat te halen. Dus daar ga ik wel vooruit. Daar hoop ik van. En dan gaan we de radio maken. Zoals vorige keer kan ik je daar niks laten zien. Maar goed, daarna gaan we naar Nijmegen. En daar hebben we nog een weddenschapje erop staan natuurlijk. Dat Jeffrey, die zou de chaos ingaan. En je weet al hoe dat vorige keer was. Vorig jaar op de kermis in Goes hier. Want toen ging hij de Ultimate in en dat liep niet helemaal soepeltjes, kan ik je vertellen. Goed, desalniettemin, we gaan rijden, mensen. Oh yeah. En rijden en vloggen kan eigenlijk niet tegelijk, hè? Dus dat kunnen we ook niet doen. Dus zometeen zal ik weer wat laten zien dat ik bij de garage aankom of zo, weet ik veel, mensen. Blijf kijken in de vlog, mensen. De vlog op de PetterK. Nou, mensen, als je achter me kijkt... Ja, dat zou je niet kunnen zien. Maar dan zijn we bij de Renault, mensen. We gaan eens even kijken. Maar voordat we gaan kijken, voordat jullie gaan kijken naar het eindresultaat van de auto, gaan we eerst afscheid nemen. Ja, wat je zou zeggen, afscheid nemen bestaat niet, maar afscheid nemen bestaat wel degelijk. We gaan afscheid nemen van deze Clio, mensen. Clio die mij overal naartoe gebracht heeft de afgelopen 6 jaar, zo'n beetje uit mijn hoofd. Doei! Nou mensen, dat is hem dan, hè. De binnenkant van de nieuwe Clio. Prachtig! En hier de buitenkant, mensen. Kijk. Heerlijk. Hij gaat er weer uit, hè. Hij gaat er weer dicht. Het is niet te geloven. Spiegels en klappen dicht. Prachtig, mensen. Meer ga ik niet van laten zien. Meer kan je zien op Instagram. Hey Jeffrey, ja. Het was weer een topshowtje. Ja, het was weer geweldig. We hebben net 4 uur show gemaakt op Radio Perfecto, mensen. 4 uur. 4? Ja. 4. Dat is niet normaal, ja, hè? Ja, het was wel leuk. Zo. Het was wel, 4 was wel precies genoeg. 4 uur was precies genoeg. De laatste uur was ik een beetje aan het indutten, Jeffrey. Ja, maar maakt niet uit. Zelfs 4 platen achter elkaar gedraaid. Wat we in het eerste uur deden, maar 1 plaatje achter elkaar. In het laatste uur gewoon 4 achter elkaar. Dat ding hier? Ik weet niet wat dat hier heet. Paladijn.
Volgens mij moeten we het zo, hè? Anders zijn we een stasje dwaald. Oh ja, ja, bij die grote flat moeten we erin. Waar dat denk. Maar nu lopen we, waar lopen we naartoe, Jeffrey? Naar de stad. Ja, dat weet ik ook, ja. En wat is er in de stad te doen, Jeffrey? Kermis. Kermis, en wat... Kermis Nijmegen weer. Kermis Nijmegen, ja, ja. Zie je, dus 18. Vorig jaar natuurlijk ook geweest. Nou ja, kermis, met leuke attracties. We zijn het voorjaar geweest. Vorig jaar zijn we ook in Naar geweest. En nou, het voorjaar zijn we geweest. Voorjaar ook, ja. Dan moesten we even streeten en eens even testen. Ja. En was dat trouwens goed? Ik weet het niet meer. Ja, dat was goed. Dat was verrassend. En nou, wat gaan we nou testen? Wij gaan nu testen. Reactor. Denk ik misschien. Nog een keertje. Nou, jij wilde sowieso de Disco Jumper. Nou, sowieso is een vraag. Er is natuurlijk één attractie die eigenlijk vandaag op de planning stond. Ja. Maar dat is eigenlijk een beetje... Vraagteken. Ja, ik... mijn moeder vond het zielig voor je. Dus ik dacht, ja, we moeten toch eventjes vragen aan Jeffrey of hij het echt wel wil. Ja, maar ik denk toch dat het misschien toch maar verstandig is om over te slaan. Ja, ik denk het ook. En dan bijvoorbeeld de Disco Jumper maken we eens kunnen gaan testen. Ja, maar ik moet chaos ook even doen hoor, want ik ben hier niet voor niks gekomen. Ik wil wel sowieso nog even een trailer. Trailer! Ja, maar eigenlijk zou die naar Wijchen komen. Oh ja, die zou naar Wijchen komen, dan zouden we eigenlijk gaan vloggen. Waarschijnlijk zou die dubbel zo duur kosten vandaag. Dat maakt niet uit. Oh, Nijmegen is niet goedkoop, hoorde ik net. Nee. Ik denk dat het vandaag 3,5 euro was. Ja? Hoeveel draait hier een breakdown? Dat is 3,50. Ja, ook. Zo. Kortingdag 3 euro. Mensen, je gaat het straks allemaal zien. Hier op de Patrick H. Het wordt hartstikke leuk. Tot zo. En ook van ik. Koek, koek. Oh, waar ga je heen? Oh, het was heerlijk, hè? Heerlijk. We hebben heerlijk gegeten bij KFC. Ja, dan moet je even de naad doen. Oh ja. Daar is KFC, mensen daar. Oh, heerlijk. Ja, dat was weer wel een keer lekker. Ja, pittig, niet pittig, we wisten het niet, maar... Nee, ja, Jeffrey is zijn geld vergeten. Ja, nee, ja. Ik ben mijn geld niet vergeten. Ik ben opgegaan naar nieuwe techniek. Ja? Patrick laten betalen en daarna terug betalen. Ja, dat was van tevoren allemaal bedacht. Ja, maar wij moesten dus samen bestellen. Ja. Voor één bestelling. Hij had dan de milde en ik de pittige. Maar ja, dat konden we niet bij elkaar halen. Ja, en uiteindelijk had ik dus de pittige gekregen. En ik de milde. Maar het was ondanks alles toch lekker. Ik moet zeggen, Kelvin, ik ben het mee eens. De hotwings was best wel hot. Ja, Kelvin zat hier een keer te eten, de hotwings. Hij zegt, hey, die zijn wel pittig. Ja, ik zeg, wat denk je dan, hotwings? Jezus, wat ben je dan op? Goed, mensen. Kermis. Nijmegen, heerlijk. Oh, we krijgen zo meteen nog roltrappen zeker. Hij gaat omhoog. Hij gaat omhoog. Ja. Oh, en ik hoor het al gelijk, hè. Oh. Rook. Heerlijk. Bij de Space Jam. Doei mensen, ik ga beginnen met de review. Oké, Jeffrey. Goest 2000, wat was het? 2017 ja. Gingen wij samen in de Ultimate. Ja, dat klopt. Toen zei ik van, we moeten de chaos ook een keertje doen. En Jeffrey, het moment is daar, we staan er nu voor. En, doet hij het wel of doet hij het niet? Ja, daar zijn de mensen natuurlijk benieuwd naar. Doet hij het wel of doet hij het niet? Dan wordt de titel van de vlog. Doet hij het wel of doet hij het niet? Ja. Jullie gaan het de rest van de vlog zien. Oeh. Ik hou het in. Jeffrey houdt het nog spannend. Oké. We gaan het zien, mensen. Ik weet het niet. Ik kan er in ieder geval van genieten. Ik ga hem sowieso twee keer doen vandaag. Ik hou ervan. Zo meteen. Doet hij het of doet hij het niet? Tot zo. Jeffrey, we gaan het doen, baby. Zal ik je grijpje vertellen? Ik heb gezien dat er live action in zit. Ja, dat heb ik ook gezien. Twee. Wij gaan alvast wennen voor degene dat over een paar weken gaat gebeuren. Ik neem je mee in de selfie on-ride experience. Jawel, Jeffrey, kom maar. We hebben een probleempje, mensen. Ik ben echt erg. Ik heb net twee kaarten trillen gekocht. Maar meneer durft er niet in, want de live action in zit. Nee, maar eens het is. Op Jaarland dadelijk ook een paar weken doen gemaakt. Want dan ga je lopen en dan kun je gewoon doorlopen, snel doorlopen. Ja, hier ook. Wijken, hier rij je auto's, je rijdt door. Maar hier moet je gewoon. Hier zit je, kan je niks zelf bepalen. Kom maar, jongen, Jeffrey. Dit is gewoon. Hey, weet je hoe bang ik ben van live action? Als je live action eruit was, was ik ook mee meegaan, geen probleem. Maar dit, ah.
Hé, hey, doe het nou even voor de kijkers, jongen. Dit is weer. Doet hij het wel, doet hij het niet. Ja, doet hij het wel, doet hij het niet. En ik sta even nog maar weer. Kijk, die chaos kan me nog wel voorstellen, maar dit... Een miezerig kutspookhuisje. Kom maar, Jeffrey, jongen. Jij bent de man van de dark rides. Kom maar, Jeffrey, jongen. Jawel. Jeffrey. Jongen, ik zweer. Jongen, ik poepen. Oké, we gaan erin, Jeffrey. Triller. We can triller. Triller night. Jeffrey. Oh. Ze hadden er zo verschillend. Oh, nou, kom maar, jongen. Wordt herkend, ouwe. Kom nou. Dan gaan we erin. Jeffrey, stapje naar voren. Nee, ik snap je ook niet. Je bent een smeerlap, jij, jongen. Jij zit vanaf wieg te zeiken. Godverdomme, triller staat er niet. Kut. We kunnen er niet in. En nu staat hij, staan we naar voren, gaan we er niet in. Smeerlap Arians. Jezus. Kom maar, jongen. Ja, dan hang je naar buiten op. Jawel, kom aan, jongen. Oké, ik ga niet meer blijven filmen. Ik ga Jeffrey erin duwen. Jeffrey, ja? Daar gaan we. Ja, wat? Ja. Leuk. Ja, rot op, man. Schijn, leuk, jongen. Ja, je stond met dat schijten. Oh, daar gaan we, Jeffrey. Klootzak. Er is geen weg meer terug. Woe! Hij zit vol, ouwe. Welkom in het beste spoelkast van Nederland. Hij is een beetje donker, maar goed. Zo heerlijk. Koekoek. Hoi mensen, we zijn er nog. Koekoek. Hé, hey, maar hij doet het wel. Ja. Oh. Hey, dit is rechts. Hey, godverdomme. Hij doet het wel. Maar? Dat klopt wel, het beste spoelhuis van Nederland. Ja, dat denk ik ook. En weet je, dus ik vind het super leuk, zo'n spoelhuis. En ik vond het ook leuk tot die val. Daarna ging het ook leuk, alleen op een gegeven moment, ja, dan kun je de hoek om en dan weet je, er staan mensen. En dan zet je een schrap en dat was zo kut. En die zat in je nek? Ja, hij zat in mijn nek. En met mij ook? Ik film me wel mee, want ze deden je eigenlijk, ja, één keer aan mijn nek aanraken. En dat was het eigenlijk, lopen ze heel streng achteraan, ja, achteraan. Ja. Maar we hebben genoten. Ja, ik ben benieuwd naar de film. Het leuke is, ja, dat hebben jullie ook als goed is kunnen zien, maar dan weet ik niet zeker of dat goed op beeld gekomen is. Maar ik kwam beneden en Jeffrey die rent zo keihard dat spookhuisje uit. Ja, ik zoek het uit van de lading. En al die mensen naar beneden stonden te lachen. Ja. Geweldig. Ja, maar ja, weet je, ik sta. Het is leuk. En ik ben benieuwd. Dat zeker, mensen. Het was leuk. Het is leuk. We hebben weer gelachen met z'n allen. Dat sowieso, maar dat doen we altijd. En we hebben weer een mooie beeldmateriaal gezien. Ook een boze chagrijnig Patrick. Hoezo? En dat ik er niet heen ging. Nou, ik was niet boos. Alleen ja, ik vond dat vind ik wel jammer natuurlijk. Heb je kaartje gekocht, ja, gaat hij er niet in? Ik ook wel, Patty, dat de hoek. We gaan hier oversteken. Ja, maar hij snapt wel dat het een beetje, ja, acteerwerk was ook al. Oh, mensen. Het is allemaal acteerwerk wat Jeffrey doet. Hoi. Allemaal acteerwerk, mensen, van Jeffrey Arians. Nee, was dat toevallig in Goes ook bij die Ultimate toen? Huh? Was dat toevallig in Goes ook bij die Ultimate? Nee, daar niet. Ja, daar altijd wel een beetje, weet je wel. Je moet altijd een beetje kijkjes trekken. Ja. Maar ik was net al wel even bang. Maar als je ze maar niet aftrekt, dan is alles goed. Nee. Nou, andersom. Nee, okay. Andersom ook niet. Nee,
dat is jouw aftrekking. Nou ja, dat weet je niet. Misschien zit er wel wat leuks tussen. De vloer gaat weer helemaal de verkeerde kant op. Ja, het gaat de verkeerde kant op. En toevallig komen wij nu ook bij het notenkraam uit. Notenkraam? Notenkraam. Oh, een heerlijke. Heerlijke noten. Goed mensen, tot zo. We gaan nu richting Powerpolyp. Ja, lekker. Daar werden wij weer met open armen ontvangen. Zeker weten. Dikke shout-out naar Powerpolyp, hè. Ja. Jeffrey! Ja. Rocco! Wij zitten in de Powerpolyp. We gaan genieten, baby, van de Powerpolyp. Zijn de mensen kunnen erin stappen. Gaan we spinnen? We gaan proberen te spinnen, mensen, maar Jeffrey weet niet of het lukt. Ja, lekkere muziek, hè? I got you, babe. I got you, babe. Doei! Oeh, Rocco! Heerlijk! Oh, heerlijk, mensen. Powerpolyp. De leukste polyp van Nederland, naar mijn mening. De vraag die elke kermisfan wel eens beantwoord heeft. Powerpolyp of Turbopolyp? Power. Ja, waarom? Ik kan spinnen in je ding houden. Jeez. Ik kan echt totaal niet spinnen. Dus mij lukt mij bijna nooit. Zeker in de breakdance niet. Maar in dit ding, ik ging als een mouw. Hij ging ook hard op het eind houden. En Turbo, die hield je echt lang erop. Zo. Het zijn 15 seconden. Ja. Zeker wel. Het is alleen jammer dat hij dan al naar beneden gaat. Huh? Hij gaat direct met de turbo naar beneden. De turbo zit er eigenlijk bijna boven niet op. Maar ik vind het niet erg, hoor. Ja, ik vind hem gaaf. Ik vind die turbo wel lekker beneden. Ik vind hem gaaf. Zeker. Ik heb ook het idee, Jeffrey. Wat? Dat de Powerpolyp beter aan zat als de Turbopolyp hier in Nijmegen. Het is wel een goede plek ook, hoor. Dus die terras hier. Ik heb het idee dat de Powerpolyp het beter doet als de Turbopolyp vorig jaar. Dat idee heb ik. Ja. Maar het is gewoon een goede avond nou ook. Ook een goede avond, ja. Alleen het is wel 9 uur en het is alweer leeg aan het lopen. Dat is wel niet goed. Dat is wel jammer, hè. Ja. Topdrukte die is nu al geweest. Dus 7,5 uur was het op zich. Maar de hoefnagel is echt druk. Gewoon. Ja. Voor de machine brandde. Op was het ook vol, maar. Ja, dat is zeker. Voor was het druk. Ja. Topzaak! Ik hou ervan, van die Powerpolyp. Lekker! Ja, heerlijk. Doei! Zo, Jeffrey. Dat was mijn dagje wel, jongen. Heerlijk, dagje wel. Autootje binnen. Extra verlichting. Een hele goede radioshow. Heerlijk. Lekkere radioshow. Gezelligheid op de kermis gehad. Ja, lekker. Leuke attractietjes gedaan. Ja, zeker weten. Lekker dagje. Top gewoon. Ja, top dagje. En, het was een lekker dagje. En hoogtepunt was toch wel darkness. Hoogtepunt was dat het licht uitging. Nee, ik vond, ik heb toch wel stiekem toch wel genoten van Thriller ook wel. Het blijft wel een leuk machine. Het lijkt wel echt, het blijft een mooi huisje. We hebben nog één ding verschuldigd, want we hebben het niet meer laten zien in de video. Jij hebt de mensen heel erg in spanning gehouden tot het eind van de vlog. Oh, deed het wel, deed het niet? Is het gebeurd, ja of nee? Gaan we nog een tromgolf doen, dat is bij de radio. Ik heb hem als goed is, heb ik hem. Nee. Ja, ik kan zeggen van ja, Jeffrey, je bent een klootzak. Maar mijn moeder vond het zielig. Dat ik jou in de chaos liet terwijl je er misselijk van wordt. Nee, dit moet daarvoor worden uitgelegd. Het is gewoon heel simpel. Ik moet morgen werken en op het moment dat ik morgen kotsmisselijk bij een achtbaan sta, gasten te ontvangen, dat gaat niet werken. Nee. En ik word heel snel misselijk in dat soort apparaten. Patrick, heb veel discussies gehad met, hey, waarom word je misselijk in dat apparaat? Want dat kan ik goed hebben. Want Patrick heeft uitgelegd, hij wordt misselijk een tsunami. Ik kan misselijk worden. Ik kan heel goed hebben, Patrick niet. Patrick kan chaos hebben. Ik kan een normale schommel, afterburner, frisbee geval gewoon nooit hebben. Dus ja, het is een chaos. Je bent niet de enige. Ik heb wel eens onder afterburners gelopen. Ja, die hele vloerdag onder de kont staan. Niet normaal. Nee, maar hier ook weer. Ja, hier net ook, die zijkant, hè. Gadver, ik dacht op de zijkant naar jou kijken. Ja, doei. Leg helemaal vol bij. Ja. Maar het waren topritten, mensen. Topritten. Wat is die chaos heerlijk. Topritten in de Powerpolyp gehad.
Ja, die was wel echt zo goed. Helaas heb ik maar één van de twee kunnen spinnen. De tweede keer kreeg ik hem niet erin, maar hij was echt goed. Zo. Ik vind dat de leukste prijs van Nederland. Ja, ja. Ik zeg niet de beste, dat zeg ik niet. Maar wel de leukste. Ja, leukste. De gondelslag is gewoon fijn. Hé, hey, gaat hij weer uit. Hé, hey, nu gaat hij niet meer aan ook. Wat is dat nou, joh? Wat is dat voor een nice streak? Dan moet ik mijn auto gaan starten, zeker. Ja. Oh. Het zonnetje gaat schijnen. De zomer is in het land. Ja, Radio Perfecto staat aan. Ja, nee, ik moet zeggen dat ik het... Ik heb echt van genoten. Het was een leuke dag en... Met jouw auto nou allemaal. Jouw auto wordt gek. Ja, ik weet het niet. Hij is voor mij nog niet, redelijk nieuw, dus. Wat doet hij nou? Ja, warm maken, want het staat op 22 graden. Oké, okay, dit is een topvlog. Mensen, top. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Jeffrey, je bent er weer bijna in Bobby aan, neem ik aan. Hè? Dat is ja, de eerste volgende vlog die jij erbij bent. Gaan we kijken met z'n allen? Ja, speciale vlog wordt dat. Dat wordt lachen gierbrullen voor jullie. Dat, maar het is altijd lachen gierbrullen. Ja, maar dat wordt extreem lachen gierbrullen. Ja, abonneer op de kanaal. Ja, abonneer, like, comment, dingen, alles. Ja. Zoek het maar uit. En we kunnen alvast wel even wat zeggen, hè? 29 december. 29 december gaan we weer op het Perfecto. Alweer. Alweer. Zaterdagmatinee. Alweer. Gaan we het weer doen. En dat wordt een hele bijzondere. Oh, het wordt een hele bijzondere. Ja, mensen, oud en nieuw, hè? Wil je dat weten? Ga luisteren op 29 december. Ja, 3 tot Radio 5, Perfecto. 3 tot 5. Ja, tot 5 weten we niet, maar. Ja, misschien wel 6. Ja, misschien gaat de hele avond door. Ja, gewoon tot 10. Tot 10? Mensen. Marathon uitzending. Mensen, bedankt voor het kijken en doei. Zoek het uit. Roekoe. Koekoek.